Welkom bij de Orde van de Lotus, Jean Genie. En ineens doet hij het weer. Dat is zo raar. De verboden boekenkast is ermee opgehouden. En deze doet het ineens weer. Even wachten dat hij wat binnenhaalt. En dan gaan we kijken straks. Of het ook daadwerkelijk in de kist zit. En het enige dat ik heb gedaan. Is de pressure plate opnieuw erop zetten. Maar ik was buiten. Je ziet dus ook zand in mijn inventory zitten. Ik was bezig met het gat waar de cactussen hadden gestaan. Daar heb ik al het zand uitgehaald. Ik heb niks gezien trouwens. En ik was bezig met het in te vullen met dirt. Dat heb ik afgemaakt en toen begon het te regenen. En toen dacht ik van nou, dan ga ik gewoon nog even vissen. Want het schijnt goed te werken met als het onweert en regent. Dus, en in één keer zie ik, het werkt. Zo bizar. Dat zullen ze dan wel gemaakt hebben. Maar het blijft heel apart. Een vis. Zo hoort hij het dus te doen. Ja, ik wacht even. Met de film afsluiten. Want het is natuurlijk leuk als er wat gevangen wordt. En zit straks ook echt in de kist. Maar je kunt zo ook heel goed zien. Dat de hengel ook opgaat. En dan moet er straks een nieuwe hengel in komen. Ik ben blij dat ik hem heb laten staan. Dat ik hem niet heb afgebroken. Zie je hier ook pluimpjes staan? Bij de hengel, bij de dobber. Dat is van de redstone. Nou, vang eens iets leuks. Come on, vang eens iets leuks. Het duurt net zo lang als gewoon vissen natuurlijk. Tijdje door. Ja, een lilyblad. Nou, ben benieuwd of die er straks in zit. En ik ben ook benieuwd wat er straks nog meer in zit. Maar ik wil toch iets anders hebben, want ik heb alles wat er in die kist, wat ik er in het verleden in gevangen heb, heb ik er gewoon in laten zitten. Dus ja. Ik ben nu toch wel heel nieuwsgierig. Oh, die zat er volgens mij ook al in. En het lijkt wel alsof het nou heel donker wordt. Toch kijken of er nog een zalm. Ik ben gek op vis. Dus ik eet in het spel heel veel vis. Ik heb ook een hek in mijn inventory, dus bedoeld van de andere kant van het hek in de achtertuin bij het voorhuis. Te maf hè, dat hij het nou gewoon weer doet.
Heb je iets gezien? Ik niet. Ja, dat was een hengel. Ja, dan ben ik toch wel heel erg nieuwsgierig naar de lucht. Nou loopt hij bijna op zijn eind. Nou, dat kun je goed zien. Hij loopt bijna op zijn eind en dan gaat hij wisselen. En je hoort het tikken ook, hè, van de hopper. En je hoort het tikken van het klappen van... dat ijzeren ding daar achterin. De pressure, nee, de trapdoor. En nou is die gewisseld. Zie, daar zit er weer een nieuwe in. Nou, ik ben heel benieuwd naar de loot. En ik denk jullie ook. Jongens. Ja. En hier hebben we de andere hondjes. Zo. Dan gaan we kijken of we die machine aan de praat krijgen. Misschien gaat die het dan ook wel doen. He? Je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit. Kom maar overheen, dat kunnen jullie wel. Ja, goed. En zitten. 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 En zitten. Hup. Zitten. Allemaal zitten. Zo. Als het goed is, kunnen jullie er niet uit. Mijn missie is weg. Het is toch echt absurd. Dat hoort helemaal niet weg te gaan. Je hoort gewoon te blijven. Dat is ook weer een van die dingen die je moet accepteren, blijkbaar. Het is echt mooi geworden. Echt mooi. Ja, jij bent binnen. Mooi zo. Ik heb de lease weer. Keurig. Nou, jij bent ook binnen. Jij moet even weg. Ja. Zo. Nou. Nou, ik heb nog eens een keertje goed naar gekeken. En een hele zooi opnieuw opgebouwd. Het gekke is dat... als ik dit doe, deze hier, die doet het wel. Die valt er gewoon rustig in. Hè? En als ik de knop indruk, dan komt er ook netherwort in. En verder doet hij dus echt helemaal niks. Dus hij zou nu feitelijk, zou die een van die dingen daar... zou die moeten vullen. In feite zou in de hopper nu iets in moeten zitten.
bijvoorbeeld die. Dat als die klaar is. Maar hij doet het niet eens. Kijk maar. Hij doet het niet. Hij valt er wel in. Maar hij doet het gewoon niet. Hij hoort het gewoon te doen en hij doet het niet. Dus er is iets raars mee aan de hand. Het enige dat werkt is dat de flesjes erin vallen. Dat is het enige. En dat heeft te maken met die knop die hier achter zit. Dus ik heb zelf het idee, ik kan volgens mij gewoon net zo goed alles dan weghalen. Dit had ik er ook nog in gezet. Hier zit dan dit in. En dit had ik er ook nog in. En hier heb ik dan nog gunpowder in. Dat zou de bedoeling zijn dat dat werkt. Maar goed. Dit zou dus moeten werken. Dit zou dus gewoon echt moeten werken. Die dispensers of die droppers, die moeten omhoog schieten. Het moet daarin en dan heeft het te maken met degene die ik zeg maar hieronder met die knop waar die knop zit, waar die dus het signaal moet doorgeven, zoals ze van hij moet dan in principe moet die een van die moet hij doorgeven en dat doet hij dus al niet, want als ik zo kijk en ik wil die zeg maar verschuiven, dan zou er dus iets moeten gaan branden. Nou, die brandt niet, die brandt niet, dit gloeit allemaal mooi op, dit doet het ook niet. Dus er zit ergens iets wat gewoon helemaal niet klopt. Dus ik moet of helemaal opbreken en helemaal opnieuw opbouwen, of gewoon alles maar afbreken. Misschien is dat wel gewoon het allerslimste om te doen. Dus dan ga ik nog even. Ik moet hem sowieso helemaal afbreken. Dus het is gewoon echt heel raar dat. Dit is een mundane potion. Ja, die doet dus niks. No effect. Ik ken dus niks meer mee. Ik kan het er wel opstappen, maar hij doet er dus niks meer mee. Dus deze. Dit is een waterbottle. Mundane. Die kan er gewoon uit. Dus ja. Het kan er gewoon uit. En dan moet ik natuurlijk wel even kijken hoe ik dat ga doen. Die kan er bij elkaar in. Dat kan bij elkaar in. Dat kan bij elkaar in. Daar is ook vast wel een plek voor. Sticky. Mijn gasteer, de enige die ik sowieso heb, die moet in een andere, die moet er. Nou, mijn wortels kunnen erin. En zo. Dit is de mundane. No effect. Daar kon je geloof ik wel iets mee, maar ik weet niet meer wat het was. Maar in mijn spel heb ik er helemaal niks van. Ik geloof dat het echt iets is voor multiplayer ofzo. Dat denk ik dat het voor multiplayer is, maar ik kan er helemaal niks mee. En ik kan het hoogstens opdrinken. En nou, in ieder geval. Ik krijg het dus ook niet aan de praat. Dus. En dan gaan we nu de loot bekijken. Dit was een volledige stack, die heb ik inmiddels gekookt. Dit is behoorlijk aangevuld nog. Dit is aangevuld tot 60, heel veel van die. Hier zaten 2 van in, hier zat 1 van in. Dit zat er al in, dit is een nieuw bij, dit is een nieuw bij. 1 name tag, 3 leather, 3 waterbottles en een heleboel hengels plus 2 bogen. En dat ik dit inmiddels gekookt heb, dat komt, ik had dit origineel zo gefilmd,
Maar ik kan die bestanden niet terugvinden. Ik weet niet waar ze zijn. Dus ik doe het nu even zo, gekookt en al. Dus ik neem die mee. Ik haal de waterbottels er weer uit. Ik haal de nametag eruit. Ik haal de leer eruit. En ik haal de hengels eruit. Zo. De rest laat ik er nog even in zitten. De hengel stop ik hierin. Even kijken, ik wil de 1 houden. Het is allemaal hetzelfde. Dus dat maakt allemaal niks uit. Hier stop ik de vis zo lang in. Die had ik dus nog. Ik stop hier de waterbottels bij in. Hier de nametag. En nou, ik denk dat ik hier de ladder maar zo lang bij instop. Want die is voor item frames. Nou, en dat was het wel zo'n beetje. Ik zou zeggen, het was behoorlijk succesvol deze vispartij. En wat ik met de keuken ga doen, nou, daar ga ik eens even lekker rustig over nadenken. Ik ga gewoon iets nieuws bedenken. Iets wat ik wel functioneel vind. Dus voor jullie bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Dag.